Hi beste kijkers, ik wil hierbij wil ik een unboxing video opnemen. Dit is mijn eerste unboxing. Ik krijg eindelijk mijn eigen paard, waar ik al zo lang naar heb gesnakt. Ik vind het echt top. Ik weet niet wat ik anders moet gaan zeggen. Ik vind het echt super leuk. Jullie hebben er al een paar filmpjes van op mijn YouTube kanaal gezien. En ja, ik vind het echt super tof. Ik krijg hem van mijn vriend. En dat vind ik gewoon echt super. En nou heb ik alvast een aantal dingen besteld. Wat ik natuurlijk wel nodig heb. Maar ja, veel plezier met kijken. Ik ga nou beginnen. De doos staat hier al voor me. En laten we maar gauw kijken wat erin zit. Ik weet het al wel, maar laten we het leuk doen. En laten we ook maar gewoon gaan beginnen. Ja, het is niet anders. We gaan gewoon beginnen. Veel plezier met kijken. Nou, ik heb ten eerste een zoutblok. Die hang ik gewoon in de stal. Niet dat hij het nodig heeft, maar als hij zou willen likken, dan heeft hij wel wat om te likken. En als hij het überhaupt nodig heeft. En anders, ik kan het maar voor de zekerheid hebben. Ik heb het gekocht gewoon voor de zekerheid. En ja, je kan het altijd maar hebben. En stel hij heeft het niet nodig, ja, dan kan ik hem altijd nog verkopen. Maar hierbij heb ik dus een zoutblok. Hij was in de reclame. Dus die heb ik alvast gekocht. Ik dacht, ja, het lijkt me alvast handig voor stel ik zout nodig hebben of iets. Dan heb ik het maar alvast. Dan kan ik het ophangen als ik het nodig heb. Of gewoon zo. Oh, honden zijn aan het blaffen, sorry. Nou, ik heb hier een van mijn hele mooie dekens. Echt super mooi. Het is een camouflage deken, een zomerdeken. En ja, het heeft van die loopstukken dat het de schouders niet belemmert. En ik vraag me af of die deze maat past. En anders dan gaat hij weer terug. Want het is, hij zit net tussen een paar maten in. Dat je weer net geen, ja, ik weet niet welke maten die heeft. Maar hij zit in ieder geval volgens mij tussen twee maten in. Maar ja, ik heb alvast maar één besteld. En dan kunnen we altijd passen. Past die niet, kunnen we hem altijd terugsturen en een ander halen in de maand. Dus dit is een 215. En even kijken. Hij is gemaakt van katoen en polyester. Hij heeft loopsplitten, een staartflap, dubbele verstelbare borstsluiting met gespen, kruissingels, bevestiging voor bilriemen. Hij is in de maat 165 tot 215. En ja, dat was het deken. Ik vind hem echt super leuk. En alle spullen die ik nu laat zien is van Divosa. Niet dat ik er reclame voor wil maken, maar ik wil gewoon, hoe zeg je dat? Ik ben de naam kwijt, maar dit is niet gesponsord, laat ik het zo zeggen. Dat woord moest ik hebben, sorry. Is de eerste keer dat ik eigenlijk zo'n video opneem voor mijn YouTube kanaal. Ik
wil vaker wel wat opnemen, maar heb soms niet echt de tijd om wat op te nemen. En ja, nou heb ik toevallig om wat op te nemen. Er komt in de tijd dat mijn paardje er is, komen er ook wel meerdere video's online van zo'n proces hoe die van nu is en hoe die over een paar jaar is. Of, jullie kunnen hem in ieder geval gewoon blijven volgen. En ja, dat was het. Er komt, als het goed is, maar dat moet ik even kijken. Maar ik denk dat ik wel een YouTube-kanaal speciaal voor hem aanmaak. Dat je alleen maar video's van hem op mijn kanaal ziet. Ja, want dan wil ik gewoon mijn andere YouTube-kanaal waar dit videootje online op komt. Die wil ik gewoon voor normaal gebruik houden. Dus dan komt er waarschijnlijk een video aan voor hem alleen. Ik heb in ieder geval een Instagram account al voor hem. Als je wil volgen, dan zet ik hem hieronder in de beschrijving. En hij komt hier ook onder in de video. Moet ik even kijken of dat kan. Moet ik even kijken hoe en wat. En waarmee ik het beste eronder neer kan zetten. Nou, we gaan verder naar de volgende. En dan heb ik hier al een zadelhoes. Is een mooie bruine van Rosner. Is een mooie van Rosner. Staat het logo ook op. Ik weet niet of je het kan zien, sorry. Want ik heb geen schermpje die omhoog staat. Hier staat ook de naam op de achterkant van het zadelhoes. Ik vind het in ieder geval een super mooie kleur. En ja, deze gaat zo snel mogelijk om mijn zadel heen. Ja. Ik ga het weekend naar stal om hem even op mijn zadel te doen. Ja, dit was in ieder geval een hele mooie kleur, vond ik zelf. Het is maar gewoon een zadelhoes. Het maakt me niet uit welke kleur die is of wat het is. Als die maar op mijn zadel past. En deze was gelukkig niet zo duur. Ik heb niet zoveel te besteden af en toe. Ik moet ook een beetje op mijn geld letten. Dus ja, dat... Dat is het enige, maar dit waren even de benodigde dingen die ik even wou hebben voor als die hier komt. Nou heb ik nog één product in de doos zitten en dat is deze deken. Is een deken van Escadron. Die is met bloemetjes. En dit is ook een maat 215. Dat is van Escadron. Het is een vliesdeken. Met print bloemetjes. Ik vond hem super leuk. En hij was ook gelukkig in de reclame. Anders had ik hem waarschijnlijk niet genomen. Maar ik vond het hem in ieder geval heel leuk. En het zou hem ook vast wel staan. Jullie zullen vast wel ook video's krijgen van hem met deze deken op. Ik vond het in ieder geval een hele leuke deken. Samen met die camouflage vond ik ook erg leuk. Dat trok me wel aan. Ja. Het wordt natuurlijk zomer. Dus vandaar dat ik even met zomerdeken heb begonnen. Die ik heb gekocht. En dan de vliesdeken voor als ik hem heb afgespoeld. En het is wel warm, maar er staat misschien een beetje een windje. Dus dan kan ik hem die opgooien.
En dan kan die des te sneller weer verder drogen. En ja, voor de rest heb ik niet echt zoveel te melden. Laat weten in de comments wat je van deze video vindt. Wil je nou meer van dit soort video's? Reageer dan zeker in de comments ook. En doe een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet bent geabonneerd, abonneren kan hier beneden. Is gratis. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!